Ik vergeet even een heel belangrijk iets. Wij zijn niet allemaal even oud. De tijd dat dit liedje speelt, was er nog verdomde weinig criminaliteit in Nederland. Verdomde weinig misdaad. Wij hadden destijds genoeg aan één patholoog anatoom. En die was dusdanig bekend dat heel Nederland zijn naam kende. Nou, dat moet je wel even weten. En als ik het dadelijk heb over een reisje, dan bedoel ik niet zo'n goedkope vlucht voor twee tientjes naar het eind van de wereld. Wat de jongelui tegenwoordig allemaal doen. Maar dan bedoel ik een trap. Oké. Nou, Petertje. Petertje is 18 en Peter is heel blij. Peter mag op kamers, Petertje komt vrij. Met een kleuren televisie, versterker en gitaar. Complete installatie, Peter is nu klaar. Voor de vrijheid en de meisjes, drugs en alcohol. Nou gaat Peter leven, fantasie op hol. Peter vindt een kamer, hij gaat naar een café. Ziet meteen een meisje, het zit hem reuze mee. Maar Peter is verlegen, Peter pakt een neut. Daar kan hij niet van tegen, Petertje wordt uit. Ach! Zijn reisje en Peter is weer blij. Peter krijgt zijn meisje, Peter vrijt ze vrij. Maar het meisje laat hem zitten, ze laat hem in de steek. En dan kan hij niet meer pitten, is dat de hele week. Ach toch. Met Peter gaat het slechter, Peter raakt verslaafd. Peter is geen vechter, nee, hij is hondsensbraaf. En nou is hij gevonden, door de dood gekust. Ligt op een stalen tafel, wordt onderzocht, dezelfde rust. Dit was verhaal van Peter, wel jammer van het joch. Met mij ging het met Peter, ik zing mijn liedje nog. Oh, Peter, 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 je was een lekker joch. Peter, Peter, Peter.